Allereerst van harte welkom op onze damesfeest. Het is alweer een tijdje geleden dat wij zoiets hebben georganiseerd. Laatst, een paar weken terug, waren we gewoon aan het sparren. En toen dachten we van, we gaan gewoon een feestje organiseren met een goede doel. En de goede doel is vanavond, wij zetten ons in voor kinderen in Oost-Turkije, voornamelijk in Oost-Turkije, die toch wat nodig hebben, meer dan onze kinderen. Onder zeer erbarmelijke omstandigheden, niet goed gekleed gaan ze naar school, in zeer moeilijke weersomstandigheden. En daarom hebben wij gezegd van, nou, wij gaan deze actie gaan wij steunen. Alle binnenkomende giften vanavond zijn voor die kinderen in Turkije. Daarvoor wil ik iedereen hartelijk danken. Maar vanavond hebben we ook gasten van de gemeente Veendam. De politieke partij D66 is vanavond ook aanwezig. Die wilde graag ook hun steentje bijdragen. Ik ben een collega van Iknoer en wij werken in Groningen. En Iknoer vertelde heel kort over waar ze mee bezig was. En ik dacht, oh, dat is een mooi initiatief. Dat komt gewoon van de gewone mensen. Daar ben ik heel erg voor, hè. Vooral als D66'er. Maar toen stuurden ze mij via de app een aantal foto's van die kinderen met die schoenen. En toen was ik heel erg geraakt. Want mijn moeder vertelde dat ze vroeger, en we hebben het over 70 jaar geleden, dat zij ook met schoenen liep waar de punten uit waren gesneden. Want de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, er was niets in Nederland. En dat waren dezelfde schoenen als die kinderen die nu in Oost-Turkije lopen. En toen dacht ik, nou, daar moet ik zeker heen. Dan moet ik zeker een bijdrage doen. Ik moet er gewoon even langskomen. Want het is triest dat er 70 jaar later nog steeds kinderen zijn die met schoenen lopen waar de punten uit zijn gesneden. En daar komt ervan als je elkaar gaat uitsluiten of bijzonder gaat vinden en de rug naar elkaar gaat keren. Dat moeten we niet hebben. We moeten voor onze kinderen zorgen. En ook onze kinderen mogen over 70 jaar niet met schoenen lopen waarin de punten uit zijn gesneden. Daar moeten we samen voor zorgen. En zo'n avond als dit is echt geweldig. Wat een prachtige komst. Dank jullie wel.